Welkom vanuit Athene in het Georgios Kamaras. Voor de vijfde groepswedstrijd van Ajax onder 19 in de Youth League. Het is de koploper in de pool op bezoek bij de hekkensluiter. Waar Ajax onder 19 een grote stap kan zetten. En waar Ajax 1 vanavond in de Champions League de stap wil gaan zetten. Ajax onder 19 moet in ieder geval winnen. En als er dan een winnaar komt bij Bayern tegen Benfica, die wedstrijd begint over 2 uur. Dan is Ajax zeker van de volgende ronde. Wint Ajax hier, eindigt die wedstrijd daar in een gelijkspel. Dan kan het op de laatste speeldag nog wel eens een hele rekensom gaan worden. Maar staat Ajax er desondanks geweldig voor. Jurriën Timber in de ruimte bij Dest. Snelle voorzet. De eerste corner van de wedstrijd. De corner van Taylor. Keeper blijft staan. Daar de kopbal. Jurriën Timber. Wie kan er schieten? Douglas kan schieten. Maar hij schiet vanaf de penaltystip ongeveer over. Eerste goede kans voor Ajax. In de 7e minuut. Het volle druk zetten. Levert Ajax weer balbezit op. Goeie bal van Taylor richting Kuhn. Nunnely. En van richting veranderd. En de 1-0. Jay Nunnely scoort opnieuw tegen Ajax. En zet Ajax in de 8e minuut op voorsprong. En dus weer na een corner. Als Ajax daarna snel de bal verovert. En Nunnely met wat geluk Jekinis verslaat. Jensen legt hem klaar. Dat is de ongelukkige Stamoulis die hem als laatste raakt. Ajax leidt in Athene. Dankzij Jay Nunnely. En dus vroeg op voorsprong. Jensen. Kuhn. En bijna meteen de 2-0. Prachtig schot. Kan lekker naar die linker draaien. En die bal zelt maar net over de lat. Jensen gaat. Hier nog Nunnely. Nunnely, ook hij kan naar binnen en schieten. Weer van richting veranderd. En nu niet erin. De lat. Bijna doet hij het opnieuw. Keeper kan er niks meer aan doen, maar dan belandt hij bovenop de lat. Dest. Jensen. Terug naar Dest was de bedoeling. Daar komt hij zelfs nog. Dankzij Kuhn. Jensen. Dest. Goeie beweging, Dest. Dest helemaal zelf. En een goed schot. Maar geen doelpunt voor Dest. Taylor. Hansen. Veel vrijheid. Kuhn. Nu dan de 2-0. Ja. Nicolas Kuhn. Hij doet het weer hoor. Zijn 4e in de Youth League. In evenveel duels. En als hij speelt, dan scoort hij. Goed weggedraaid door Hansen. De vrijheid bij Kuhn. En dan hard laag ingeschoten. Hij scoorde thuis tegen Ajax. Hij miste het uitduel bij Bayern. Hij scoorde thuis tegen Benfica. Hij scoorde uit tegen Benfica. En ook nu in Athene scoort hij weer. Slecht getimed. En dus Hansen. En dus hier Nunnely. Goeie steekbaas. Nunnely ook meteen de 3-0. 3-0, ja, Jay Nunnely. En zo gaat het hard. En is Ajax opnieuw geen partij voor Ajax onder 19. Want wordt deze goal toch klungelig weggegeven door de Grieken. En Nunnely maakt zijn derde in 2 wedstrijden. Hier lijkt hij weer even die bal te ver voor zich uit te spelen. Maar is hij er toch als eerste bij. Lastig gevallen. Keeper komt er niet meer bij. En Nunnely is snel en schuift hem dus toch nog binnen. Goeie paas ook van Hansen, die dus profiteerde van het slechte timen achterin. En zo kan dit zomaar weer een hele grote uitslag worden voor Ajax tegen Ajax. Zo combineert Ajax goed. De hard klaarleggen voor Empotis. Bal nog altijd niet weg. En dan Elmaç. Die bal bleef daar maar hangen. Bij Jurriën Timber en Kenneth Taylor. Uiteindelijk is de grote kans voor Patrinos. Maar doet Elmaç dat goed. 4 tegen 4.
Taylor. Dest. 5 tegen 4 nu. Dest. De redding van Gikinis. Daar de kans voor Kuhn. En ook hij maakt zijn tweede. En ze wordt het voor rust ook nog 4-0. Ja, het gaat zo makkelijk allemaal. Keeper twijfelt weer. Kuhn neemt hem in één keer. En dat doet hij prima. Zijn tweede van de wedstrijd. Zijn vijfde dit toernooi. Zomaar inleveren. Hier bij Kuhn. Jensen krijgt hem hier. Jensen. En zo gaat Ajax in de tweede helft weer verder waar het gebleven was. 3 minuten bezig. En het is weer raak. En het begint weer met een grote fout achterin bij de Grieken. Goed gedaan door Hansen. Jensen legt hem keurig in de verre hoek. Nadat Kuhn hier in balbezit was gekomen door die slechte trap van de keeper. Hier de uitbraak van Ajax. Het schot van ver schaaft de lat. Vooral omdat Ajax gewoon even niet scherp is. Goede inzet van Celios. Nunnely. Meteen weer veel ruimte. Nunnely geeft hem aan Taylor en de vlag gaat omhoog. En dus gaat de goal van Taylor niet door. Heel veel keuzes voor Nunnely. Hij kiest Taylor. En dit had gewoon 0-6 moeten zijn. Want Taylor staat zeker geen buitenspel. Oh, goed gedaan. Dan doet hij het zelf. Ja. 6-0. Henrik Jansana. Zijn eerste wedstrijd in de Youth League. En dus ook meteen zijn eerste goal. Hij heeft er niet heel lang voor nodig gehad. Gaat zelf goed door. Hier eromheen. Kuhn is er wel, maar dan staan de benen van Tafas wagenwijd open. En mikt hij ze daar doorheen. Goed gedaan van Jansana. En zo is het 0-6. Dezelfde stand die in Amsterdam na 90 minuten op de borden stond. Hoge werf. Goeie ballen. Unuvar. Van Gelderen. Het voorleggen. En Kuhn. Daar is zijn hattrick. En daar is de 0-7. Een goede aanval via Hogewerf, Unuvar, Van Gelderen en eindstation Kuhn. En zo wordt hier wat historie geschreven door Ajax onder 19. Want wordt dit zeker de grootste overwinning ooit in de Youth League. Jurjen Timber krijgt hem terug. Timber, oh, wil hem netjes binnenrollen. Maar Tafas krijgt er nog een hand tegenaan. Nou, voor dus kreeg Ajax alle ruimte. Nu heeft de Ajax besloten om een blok op te zetten. Al wordt de muur hier wel geslecht. Kenneth Taylor, de kramp schiet erin. Maar hier is wel het doelpunt dat hij eerder in de wedstrijd al verdiende. Toen onterecht afgekeurd. Misschien met wat woede van dat moment schiet hij hem nu keihard in het dak van het doel. Keeper zit er nog wel aan, maar dat is bij lange na niet genoeg om deze streep van Taylor uit het doel te houden. Daar is dan toch nog die eretreffer. De 1-8. Nou, ze zijn er blij mee. Bogdanië kopt hem verwoestend hard binnen. Goeie goal hoor. Hij kopt hem hard achter Elmaats. Die kan hier echt niks aan doen. En dus heeft Ajax nog de eretreffer. Maar is het wel de Ajax dat de 3 punten mee naar Amsterdam neemt. Het haalt verwoestend hard uit. Het wint met 8-1. Over 2 weken... rond Ajax de groepsfase af. En dan weten we zeker of Ajax in de 8e finales in gaat stromen. In de playoffsfase. Of dat het toch nog misgaat. Maar die kans lijkt erg klein.